Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dus niet maandag, want ik heb gisteren niet gefilmd. En dat is puur eigenlijk omdat het gewoon niet interessant was voor jullie alweer. Ik vind het gewoon irritant om alleen maar als een dag niet interessant is of zo dingen te vertellen wat ik doe in mijn kamer of wat dan ook. En dat is dan gewoon, vind ik niet leuk om te doen. Dus vandaar, maar ik denk dat ik genoeg te filmen heb deze week. Want ik vier deze week mijn verjaardag. Ik ben namelijk zondagjarig. En zaterdag vier ik dat met een paar vrienden. En in de middag met wat familie. Dus dat. En daar ga ik vandaag nu ook boodschappen voor doen. Best wel vroeg eigenlijk. Maar dat komt eigenlijk omdat zaterdag is het dus. En zaterdagochtend moet ik nog werken. We gaan buiten een tent opzetten voor zaterdagavond. Dat doe ik vrijdag. Dus vrijdag heb ik ook geen tijd. En vrijdag moet ik ook naar de kapper. Dus daar heb ik geen tijd voor. Donderdagavond moet ik werken. En in de ochtend heb ik een afspraak voor mijn wenkbrauwen. Ik heb helemaal zin. Ik ga namelijk ook een aparte video opnemen. Dat ik een soort van klaarmaak voor mijn verjaardag. Dus haar, wenkbrauwen. En morgen heb ik dus al een afspraak staan ook nog. In ieder geval, het komt het best uit om het nu te doen. En dan heb ik in ieder geval niet eind van de week stress. Dus dat ga ik doen. Ik ben vandaag helemaal in het bruin. Dit is mijn outfit. Ik weet nog niet wat ik van vind. Want aan de ene kant vind ik het wel, ik weet niet, heftig of zo. Maar aan de andere kant ook wel wat hebben. Ik heb dit jasje. Deze, hoe noem je zoiets? Bodywarmer. Heb ik aan van Bershka. Topje is van Naked. En broek is van Pull & Bear. Oh, en vandaag is het de 25ste. Wat betekent dat mijn zus jarig is. En mijn zus is echt 5 dagen voor mij jarig. Echt heel toevallig. Oké, we made it. Ik heb mijn spullen gehaald. Wat een gesjouw. Goed, dat is nu gehaald. Dat is wel fijn. Oh, maar ik heb wel die gekocht. Dat is echt lang geleden. Dit doet me echt denken aan de middelbare school. Maar goed, het is inmiddels alweer 3 uur. Dus ik ga maar richting huis. Als het goed is, komt Lee zo naar huis. Gaan we daar eten met z'n allen. Het is dat gezellig. Hoe heet die? Twixie. Twix. Oh, Twix. Twixie. Ik ben met Roy. Zo, ik ben met Roy. Ik noem die Roy. Ben jij een stoot? Ik ben met Roy al net happy. Je ziet het niet meer. Happy Italy wezen halen. Gaan we thuis met z'n allen. Oh, wacht. Mijn auto even open doen. Ja. Wacht, waar zijn mijn sleutels? Ik ben met Roy. Roy is gedood. Roy, ik is klaar. Fuck, waar zijn mijn sleutels? Ik ga je toch niet meenemen. Nou ja, je zit zo in mijn zak of zo. Wacht even. Sleutels kwijt van mijn auto. Ik heb ze al. Doe rustig. Deze krijg je van Roby. Ja, ik weet niet waarom ik je Roby noemde. Dat is gewoon Roman en Chloe door elkaar. Roby. Zo gaat ons kind eten. Roby. Ik weet niet waarom ik dat zei. Nou, trouwens, let's go. Het ruikt nu naar eten. Trouwens, wij gaan geen kinderen. Nee, we beginnen weer met jou. Maar we gaan niet een kinderen. Oké. Nou. Oeh. Ik maak leuk. Borisje? Ah, gossie. Kom maar. Het is vandaag woensdag. En ik heb vanochtend al gesport. Dus dat heb ik er alweer op zitten. Ik heb vanmiddag een afspraak voor mijn wenkbrauwen. Ik ga namelijk mijn wenkbrauwen laten doen. Ik ga ze laten liften en kleuren. Want dat mag wel gebeuren. Normaal gesproken kleur ik ze zelf in. Maar daar ben ik veel minder fan van laten staan. Want dan worden ze altijd zo dik of wat dan ook. Dus dat vind ik niet zo heel erg nice. Ik ga nog even mijn ring omdoen. En even zo'n vitaminesnoepje nemen. En dan ga ik nog even eten. En ik heb nog die pasta van gisteren. We hadden gisteren namelijk Happy Italy gegeten. En dat is altijd veel voor mij. Dus ik heb die pasta nog over. Dus die ga ik even eten voordat ik weg ga zo. Ik had gisteren een pasta pesto en dit heb ik er nog van over. Genoeg, dus dit ga ik eventjes opwarmen. Ik heb net mijn pasta opgegeten en toen kwam deze enorme pakket binnen van Naked.
En hier heb ik best wel wat besteld. Best wel wat, volgens mij valt het best mee. Maar ik heb wat besteld op hopelijk dat hier iets leuks zit voor mijn verjaardag qua outfit. Want ik wist oprecht gewoon even niet wat ik aan moest. Ik ben nog steeds een beetje aan het twijfelen of hier nou wel überhaupt het leukste zit. Maar ik ga het even aan jullie laten zien. Ik had twee topjes besteld die op elkaar lijken, maar ik wist niet zo goed welke van de twee ik leuk vond, dus ik heb ze allebei genomen. Even kijken, 1, 2, 3 jurkjes en een paar schoenen. Dit zijn ze, ik hoop dat je het een beetje ziet, het is een beetje donker hier. Maar zwart en dan net tot aan je knie en met een hak erbij en hij heeft dus wel een puntvorm. En eigenlijk vind ik het wel meevallen, ik had verwacht dat die punt erger uitzag, maar... Tot nu toe vind ik het eigenlijk wel leuk. Die gaan we aantrekken, maar dat gaan we pas doen na de afspraak. Anders ga ik het niet redden. Dus dit ga ik daarna passen. Ik ben klaar bij mijn wenkbrauwafspraak. Waar heb ik nou mijn auto gezet ook weer? Oh, ik loop één steegje te ver. Of te voor. Ik moet één steegje verder zijn. Maar ik ben klaar. Ik kan ze misschien in de auto beter laten zien. Ik laat ze in de auto wel beter zien. Zo, ik zit in de auto. Dus misschien iets makkelijker om te laten zien. Maar dit zijn ze. Nice. Weer mooi. Alleen hier zit nog een beetje verf. Maar het gaat vanzelf wel weg. Dus nu ga ik naar huis. Het heeft echt heel lang geduurd. Want ik had afspraak om 4:15. Het is nu 4:30. Nee, ik zeg het verkeerd. 3:15 en het is nu 4:30. Dus ik ga nu naar huis. Inmiddels ben ik thuis en ik heb mijn hele kamer er alweer een puinhoop van gemaakt. Want ik heb mijn tafel even daar neergezet. Zodat ik hier een witte muur heb. Je ziet wel, of is dat het licht? Wacht even. Oh nee, dat is het licht. Ik dacht even dat er een streep was op de muur. Want ik had natuurlijk naked en wil ik niet aan jullie laten zien. En ik wilde ook nog TikTok van maken. Dus dan is natuurlijk het wel het best bij een witte muur. Dus ik ga jullie even alles laten zien wat ik heb. Dit is het eerste topje wat ik aangedaan. Dit is heel mooi. Natuurlijk moet je wel geen BH onder deze aandoen. Je moet iets van boobtape of zo. Maar dat heb ik nu niet in huis liggen. Vandaar. De achterkant vind ik heel mooi. Hij is verder een beetje kropt. Daarnet zag ik wel een beetje dat je mijn BH doorheen zag. Want ik heb een zwarte BH onderaan. Maar nu niet heel erg veel meer. Ik weet natuurlijk niet hoe dat is als je geen BH aan hebt en dan je boobtape of je dat dan goed ziet, dat weet ik niet. En dit is de achterkant zonder BH, vind ik ook erg mooi. Hij sluit gewoon heel erg mooi aan, wat ik heel mooi vind. Hij zit heel erg lekker, het stofje is heel erg lekker. Dus deze is heel erg leuk. En dit is dan topje nummer 2, eigenlijk bijna hetzelfde, maar toch net iets anders. Dit topje is wel een stukje dikker, wat ik persoonlijk fijner vind. Ik kan hem gewoon wat over mijn handen trekken, vind ik ook altijd wel heel erg fijn. Die andere had dat net niet. Verder vind ik hem in ieder geval een stukje fijner zitten wel. Het enige verschil is dat deze aan de achterkant een wat grotere opening heeft. Ook hier heb ik mijn BH onderaan. Ik heb hem nu even zonder BH aangedaan. En zo is dan de achterkant bij deze. Ik vind hem wel heel erg leuk. Gewoon wat... Speel ze zo met die achterkant. En ik vind hem best wel mooi. Ook omdat hierboven eigenlijk niks zit. Dus dit topje, de achterkant, vind ik heel erg mooi. En dit zijn de hakken. Eigenlijk best wel leuke hakken. Het enige is, ik vind ze dus niet zo leuk bij mij. En dat komt eigenlijk omdat ik heb best wel dikke kuiten. Waardoor ze hier aan de achterkant best wel strak zitten. Terwijl ze hier zo bij mijn enkels heel erg los zitten. En dat zie je ook wel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, want het is best wel donker. Maar dat idee vind ik niet zo leuk. Waardoor het lijkt alsof mijn benen er echt geklemd in zitten. En dat vind ik niet zo leuk. Verder zijn ze niet zo hoog. Tenminste, ze lopen heel erg makkelijk. Dus het is niet dat je denkt, oeh, hoge laarzen, je kan hier niet op lopen. Ze hebben natuurlijk ook nog een punt. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar dit wordt hem gewoon niet voor mij meer. Omdat ik gewoon niet echt weet hoe ik me erin voel. En dan ben ik gewoon bang dat ik ze niet ga dragen. Dus ik denk niet dat ze voor mij zijn. Maar ik weet zeker voor iemand die geen dikkere kuit heeft. Dat het eigenlijk heel erg leuk is. Ik heb mijn hele kamer weer kunnen opruimen. Dat is ook weer gedaan. Nu ga ik even mijn make-up ervan afhalen. Want ik ga mijn eigen wimpers liften. Als ik het pakket nog heb trouwens. Ja. Met deze. Eén keertje eerder gedaan. Maar toen heb ik het niet zelf bij mezelf gedaan. En nu ga ik het wel bij mezelf doen. Dus ik ben benieuwd. En daarvoor mijn make-up eraf. Ik wilde het eigenlijk eerder doen. Want het is nu echt al 8:00.
Dus ik ben bang dat het heel erg laat geworden. Maar ja, eigenlijk heb ik geen andere tijd deze week om dit te doen. Dus ja, ik heb geen keus. Dus ik ga dat nu eventjes doen. Ik ben klaar met mijn wimpers. Ze zijn op camera. Dus het lijkt net alsof je altijd niet echt wat ziet. Maar zo zijn ze geworden. Ik ben er wel blij mee. Alleen mijn oogleden pakken nog een beetje. Dus dat is wat minder. Maar het enige is dat die echt super goed gelukt is. Dat kan je ook wel zien. Die is iets minder. En daar bouw ik dan weer van. Dat ik denk, je ziet wel het verschil. Maar goed, ik kan, moet nog even kijken hoe het eruit ziet. Mascara is. En nu ga ik al die benden hier zo op tafel opruimen. En dan ga ik naar bed toe. Ik heb er in principe maar een uur over gedaan. Dus het is nu 11:15. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ga weer onderweg naar mijn volgende afspraak. Ik heb vandaag een afspraak voor mijn gezicht. Helemaal zin in. Volgens mij is mijn camera een beetje donker. In ieder geval voor mijn gezicht. En dat is echt nodig, want het gaat echt alle kanten op. Deze doet echt gigantisch pijn. Heb ik gewoon aangezeten, dus dat is gewoon stom. Maar ik ga er nu heen, dus dat is wel nice. En vanmiddag moet ik werken. Dus dat is iets minder. Dus beter dan dit gaat mijn look niet worden vandaag. Ik ga ook geen make-up op doen. Als mijn gezicht wordt gedaan. Ik heb mijn wimpers niet doorgekamd. Was ik eigenlijk vergeten. Dus die zit een beetje aan elkaar geplakt. Nu. Die gaat wel volgens mij. Ik moet ze gewoon even borstelen als ik straks weer thuis kom. Maar ik ga nu onderweg. Nou, ik zit weer in de auto. Want ik was daar en blijkbaar degene die mijn gezicht ging doen. Die staat voor in de file. Dus had gevraagd een uur later kon. Wat mij net kan, want ik moet om 4:00 werken. Dus het wordt iets meer gehaast vandaag dan ik dacht. Maar ik heb dus nu nog ongeveer 3 kwartier. Dus ik denk dat ik gewoon even bij Starbucks koffie ga halen. Ik heb koffie gehaald. Super lekker. Ik heb echt al een tijdje geen Starbucks meer volgens mij. Voor mijn gevoel in ieder geval. Heel simpel iced latte met karamelsiroop. En nu is het 10:50. Dus ik denk dat die kant weer op kan gaan. Langzamerhand. En dit opdrinken. Maar goed, ik denk dat die kan maar gewoon opgaan. Nog 20 minuutjes of zo ongeveer. Dus let's go. Ik ben terug van mijn afspraak. Het was nice. Het enige is wel, ik moest zo nodig plassen van die koffie. Dus ik kon gewoon bijna niet genieten. Omdat ik dacht, dit zo pijn aan me blaast. Ik denk, ik werd lijp. Ik denk, oh, en ik kon maar gewoon niet genieten omdat het pijn deed. Maar goed, het was wel heel erg nice. Mijn huid is ook lekker glowy, dus dat is mooi. Goedemorgen nog steeds, 11:15. Ik heb een beetje haast. Ik moet nu naar de kapper toe. Ik heb vanochtend al gesport. Dus dat heb ik vanochtend al gedaan. En nu een beetje haast. Want ik moet naar de kapper. Ja. Ik ben terug van de kapper. Het is een stukje blonder, maar niet te blond. Want ik wil niet te blond terug. Maar gewoon dat dat warme gloed er een beetje uit was. Maar ik zal het thuis eigenlijk wat beter laten zien. Want het is nu niet heel erg makkelijk om te laten zien in de auto. Hallo, straatje van Mogos. Ben je opgesloten in je hoek? Echt waar. Mag ik misschien een kus? Dankjewel, schatje. Dat is lief. Klein beetje scheef en hoog, maar zo kunnen jullie het wel zien. Dit is mijn haar. Lekker blond weer. Maar ik wil dit ook niet te blond, want anders lijk ik gelijk zo wit. Dus I like it very much. We made it. De tent is klaar inmiddels. Even kijken hoe laat het is. 10:30. 10:30. En we zijn begonnen om 4:30 of zo. En alles is klaar. Het heeft echt een tijdje geduurd. En ik moest vanavond een video online zetten. En ik heb gewoon nog geen maand niet kunnen editen. Niks. En nu voel ik me een beetje schuldig. Want ik weet gewoon niet wanneer ik dat ga doen.
Moet even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb echt geen idee. Maar de tent is klaar. Het is nu wel een beetje donker. Dus je ziet niet veel. Maar dit is de tent. Best wel een grote tent. Ik heb de ledstrips ook al opgehangen. Maar dat zie je niet. Tafeltje. Eronder ligt een box. Hier. Maar dat moet allemaal morgen nog versierd worden. Met ook nog ballonnen en bekleding en dat soort dingen. Het is dus best wel een flinke tent. En hier hebben we een tafel voor de drankjes en zo. Maar die moet ook nog bekleed worden. Dus nu ga ik gewoon alle lichten en zo uitdoen. En naar boven. Want ik moet morgen om 7 uur naar mijn werk. Dus ik ben best wel moe nu. Dus ik ga er lekker een beetje toe. Het is vandaag zaterdag. En ik heb net gedoucht. Ik heb vanochtend ook al gewerkt. Maar ik heb allemaal niet gefilmd. Dus ik heb nu even gedoucht. Ik ga me snel opmaken en mijn haar feunen. Want over een uur komen er wat familie. Wat familie? Volgens mij zijn het 1, 2, 3, 4 families of zo. Dus valt in principe mee. Volgens mij. Weet ik niet zeker. Dus ik ga me even snel opmaken en zo. Ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Mijn haar heb ik gewoon even recht gelaten voor nu. Omdat ik niet helemaal weet wat ik mee moet. En voor de rest best wel een simpele outfit eigenlijk. Dit topje is van Naked. De broek is ook van Naked. Nog even schoenen onderaan doen. En mijn sieraad ligt nog in de badkamer. Ik hoor alleen al mijn schoonfamilie van beneden volgens mij. Dus ik ga snel even naar beneden. Lea de taart. En mijn taart. De Martin? Ja, is allebei dezelfde taart? Zelfde smaak toch? Ja. Hij is wel heel cute. Iedereen is weg. En nu gaan Ro en ik ballonnen blazen. Tenminste, ik ga blazen, jij gaat knopen of ga je ook blazen? Ik heb niet echt gefilmd, maar dat doe ik eigenlijk nooit als er echt familie is. Een beetje apart om te filmen. Maar goed, ik heb een zak gekocht met witte ballonnen, gouden ballonnen. Ja, ik kan hem beter doen. Ja? Oh, Boris vindt dat natuurlijk leuk. Gouden ballonnen en ballonnen met van die confetti erin. Dus die gaan we even opblazen. Oh, ik heb ook deze. Die heb ik door deze. Allemaal een bibbetje. Wat is dat? Wat is dat, Bor? Slechts liggen in de schuur, maar uit in de tuin is echt niet zwaar. Ik wil wel in een... Ik weet dat de... Schatje. Kom. Ik ga even hier staan, want daar staat al muziek aan. Ik heb me echt net klaar kunnen maken. We hadden echt stress, want de lichten in de tent deden het niet meer. Dus Bas en Rowan hebben denk ik meer dan een uur eraan gewerkt. En ze doen het gewoon. Echt bizar. Dus ik heb me in een kwartier klaar moeten maken. Ik heb dit aan. Ik ga het jullie even laten zien. Best wel simpel. Ik heb dit topje met lange mouwen. Alleen dan met een open rug. Deze is van Naked. En de broek, die had ik al aan. Die is ook van Naked. En ik heb nu nog een soort boots eronder, maar die vind ik niet leuk. Dus ik denk dat ik gewoon mijn witte Nike's doe. Zoveel stress op het laatste moment. Maar het is af. Ik ga het jullie allemaal even laten zien. Hier hebben we wat drinken. En ik ben een stuk muziek, tafel. Heel erg nice. Hello guys! Welcome to this new vlog. Today we're partying here. We're shopping everything. Woohoo! We're together with Giveno, the party host Chloe Heber, with Kimberly, we're Rowan. Yo, my name is Rowan. And how do you stop? Oh, tell the knopje. Jan? Hij staat aan. Oké, goedenavond mensen. Even de camera kapen. Heb je hem? Maar nou ja, hij heeft me goed vast. Ja, nee, oké. Okay. Is er ook wel? Hallo. Ik ken van de Hollywood Drive te vragen. Ja, dat ben ik. We gaan even de vis erbij kijken. Jullie hebben nooit een doeltje. Welkom to this new vlog. Ik ben de cameraman vandaag. Dit is Isabella. We hebben er zin in. Chloe moet drinken, want ze is een beetje kansloos. Dan gaan we even omflippen. Zal ik niet. Hele rare enkel. En dan missen we ons nog. Hij filmt. En go. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we op. Wat je dus gaat in. Heb ik haren zitten of niet? Nee, maar nou weet ik niet. Dit ga ik niet laten. Je moet zo niet. Wil jij neus gaat op YouTube? Ja, joh. Oh ja, nee, dat vind ik goed. Kijk. We hebben hier Thomas. Mike en Jeep. Kijk. Bijna jouw ding. Wat doe je allemaal? Ik kom niet meer met jou. Oh my god, dat is welkom bij een nieuwe week vlog.
We zijn wakker en oh. Oh, wat erg. Oh, jongens. Nou, er is best wel wat gedronken, toch? Best wel, ja. Oké, we gaan. Zit in de auto. We gaan padellen met de gezin. Er zit een vlek op mijn camera, zie ik. Dat is beter. Ik zat helemaal vingerafdrukken om lens. Mijn camera was, kijk, mijn camera is nog steeds helemaal plakkerig. Iedereen heeft mijn camera vastgehouden. Oh. Ons plekje vandaag. Dit wordt interessant. Wie heeft er gewonnen, Chloe toch? En papa Janis kwam. Ja. Ja. Ja, laatste minuut. Ik was wel aanwezig. Ja, toen, laatste kwartier was ik echt goed, hè? Toen ging ik echt goed. Ja, toen ja. Ja, dat was leuk. En nu drinken. Zo. Zo, mee naar ons filmen. Oh, een draagtas. Nee, dat is zo. Pak jij dit uit? Wow. Wauw. Daar hadden we. Oh, ja. Zo. Een zak en doe. Een zak. En je moet je hondjes zetten, hè, Chloe? Ja. Dicht. Niet door die wimpers heen kijken. Ze kijkt via de spiegel, hoor. Kom ik naar mijn ogen dicht, ja? Even opstaan. Oh, kijk. Ik help je. Oh, dat is vol. Ja, dat is nee, eerst even openen. Maar ja, maar hoe moet ik openen? Ja, hij zei al op die karton. Niet op de karton zelf kijken. Ja, nu maar niet je door open doen. Lekker. Ambachtelijke friet en twee en kip. Ja, maar kijk, hier is kip saté 3. Dus dit is voor de mannen. Voor opa heb ik 2 stokjes. Oh, dan die is nog open. En dan is deze voor Ari. Het is inmiddels 9:30. Niet eens heel erg laat of zo, maar ik ben zo moe. Ik ben de hele dag al een beetje moe. Dus vandaar. Maar ik ga me klaarmaken om naar bed te gaan. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer. Doei doei!